De Block Party Podcast, aflevering 11. Alweer 11 podcasts, hè? Het voelt alsof we er al 100 hebben gemaakt, zo goed ken ik jullie. Maar het is de 11e. Wat een reis is het geweest met elkaar. Anyway, hoe is het met jullie? Fijn, leuk dat je het vraagt. Hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het hartstikke goed, Henk. We hebben elkaar geloof ik 4 uur geleden nog gezien in een ESPN-studio. Dus, dat jullie elkaar niet beu waren. Ik ben 4 uur geleden in de ESPN-studio. Gisteravond nog samen even een match becommentariëren. Ja, maar jullie zien elkaar meer dan dat jullie vrouwen zien, jongens. Klopt. En dat is zeker waar. Klopt. Ja. Kijk, jij zit daar de hele dag lekker in Valencia en het zonnetje. Een beetje naar Jana te kijken, dat is hartstikke mooi allemaal. Pas op, Henk. Ik heb vandaag ook een drukke dag gehad. Ik heb 4 uur les gehad. En, 4 uur? En weet u wat het toppunt nog is? Ah, ja, ik moest nog les in al van vorige week, dus ik heb dat vandaag gedaan. En toppunt van al was, mijn tweede blok van 2 lesuren was ook alweer met een Nederlander. Dus ik zit er alleen maar met Nederlanders te knallen van tegenwoordig. Ja, joh. Jongens, toch. Hup, Holland, hup. Ik vond het helemaal mooi, hè? Dat wij onze kennis met Belgen delen. Hè? Dat het Nederlands. Ja, maar weten we wat dat toppunt was, Henk? Er zat een fragment in die les. Dat hij. Dan moest hij terug naar de België gaan, natuurlijk. Want het ging over de Belgische voetbalfederatie. En die legde een heel stuk uit van 5 minuten van een YouTube-video en zo. Daar moest toch ook een Belgen zitten, hoor. Dus de Nederlanders kijken ook wel bij de Belgen, hoor. Snap ik. Ja, zeker. Ja. Zeker. Wij kunnen een hoop leren van de Belgen, heb ik al begrepen. Dus dat is alleen maar goed. Hey, omgekeerd, jongens. Ja, we kunnen veel van elkaar leren. Precies, hè. Ja, maak elkaar sterker. Samen komen we verder. Hey, nog even, als we dat toch hebben, Nederland en België. Wat ik nog niet begrijp, en wellicht kan een van onze luisteraars dat even toelichten. Vroeger, toen ik in de jeugd nationale team speelde, toen speelde ik nog tegen Engeland. Toen speelde ik nog tegen Schotland, nog tegen Ierland. Maar tegenwoordig, dat is al een heel aantal jaar, speel je gewoon tegen Great Britain. En waarom kunnen wij dan niet een Benelux-team maken? Ik weet niet hoe goed Luxemburg is. Maar... Dat is een raar, toch? Je hebt niet meer het Engelse nationaal team. Het is toch raar dat die landen bij elkaar mogen? Nou ja, mogen. Maar goed, Groot-Brittannië is een politieke eenheid natuurlijk. In tegenstelling tot Nederland, de Benelux. Dus jij zegt eigenlijk dat je kan het eigenlijk zien dat het Groot-Brittannië eigenlijk een beetje hetzelfde is als België. Alleen heb je dus Vlaanderen en Wallonië. Alleen dan... ja, met een eigen regering. Maar waarom is het bij het voetbal dan niet zo? Omdat ik denk ook dat wel de reden is dat er iets minder basketballers zijn dan voetballers. Henk, als je ingewikkelde vragen wilt stellen, ga eens naar een andere podcast. En misschien moet ik ook een vraag stellen. Nee, jongen, hij komt hier met al die serieuze vragen af. Oh ja, nee, ik kan er een beetje onzin uitkramen als je wil. Hè? Ja. Begint anders eens met mijn weerspreuk deze week. Die heb ik dan niet gegeven nu. Mijn weerspreuk? Vraag. Ja. Ja, nou... Ik zit nu in het huis van mijn ouders. Maar ik heb eigenlijk geen weerspreuk. Het is, ik hoop de hele tijd dat het zomer komt, maar hij komt er niet. Dat is ook goed. Ja. Ik weet niet, misschien dat de weerman, hè, Martijn Dorrestein, dat die ons even kan... Misschien een weerspreuk in luistert, mei. Luistert hij naar onze podcast? Denk het wel. Beter wel, ja. Beter wel. Maar het zou wel leuk zijn, moest hij dan zo af en toe een weerspreuk sturen, toch? Nee? Ja, dat is wel geen idee. Zal ik het vragen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb wel een weerspreuk als alternatief. In mei is ZZ Leiden meestal blij. Toch? Ja, ik vind het een beetje een dooddoener. Huh? Oh. Meestal blij. Ja, meestal. Het is half mei. Dat zal door zijn, toch? Ja, ze zijn in de finale. Ja, maar ze kunnen ook in mei nog uitgeschakeld worden. Dus zoals in België zou zeggen, dit trekt op niets. Dit trekt op niets. Ik kan beter de spreuk aan mij overlaten. De spreuk staat te mager. Zoals de Nederlanders zeggen, dit gaat geen steek. Zeg mij dat? Ik weet niet. Je klopt geen reet van, zeggen wij. Hey, laten we het dan eens even over basketball hebben. Ik dacht misschien wel over Leiden als bruggetje. Hè? Maar goed, dat bruggetje is natuurlijk weer helemaal vernacheld hier. Maar goed, het maakt niet uit. Leiden is door als eerste team van alles wat in de Binek speelt naar een finale. Tegen Aris 3-0. Maar het was geen makkelijke 3-0 volgens mij. Ik ben bij wedstrijd 1 geweest. Lekker. Ja, en het was serieus een verrassend leuke wedstrijd. En wat mij heel erg opviel, is hoe goed, onze vrienden van Aris waren. En ik vond ze eigenlijk
bijzonder sterk speler. Die Warner, die speelde heel goed. Die schoot er alles in. Ze pakte heel vroeg, pakte ze gelijk de voorsprong. Speelde agressief leuk basketbal. Wie ik heel indrukwekkend vond, want die had ik een tijdje niet gezien. Of die heb ik vorig jaar voor het laatst live zien spelen toen ik een wedstrijd mocht doen. Toen nog voor Zico, dat ik verslag mocht doen. Dat was Shaquille Dorson. Ik vind Shaquille Dorson, wauw, hé. Wat heeft die man stappen gemaakt? Die gozer die ramt de bal gewoon letterlijk door de basket heen. Je had een harde dunk ook, hè? Eén harde dunk. Je had meerdere harde dunks, hè? Daarom is zijn naam Shaquille, hè? Ja, zeker weten. Maar hij speelt ook als Shaq, hè? Dit is echt, ik vind het echt heel tof hoe die jongen speelt. Ik ga een klein beetje kritisch zijn. En dat vind ik het jammer. En dat is met alle respect voor Leeuwarden. Maar ik vind het, ik hoop voor hem dat hij snel naar een club gaat met een bredere rotatie. Ik wil zeggen topclub, maar ja, Leeuwarden die staat gewoon in de halve finale. Dus die hoort bij de beste vier clubs van Nederland. Dus is dan ook gelijk een topclub. Maar hij speelt meer dan 30 minuten. En voor een lange man, Sam, jij weet het ook wel, als je gewoon op een beetje niveau speelt, je lange man meer dan 30 minuten gaan laten spelen, is meestal niet top. Geen goed idee. Ik denk dat voor hem, dat hij efficiënter is als hij een gemiddelde van 22 tot 25 minuten maakt. Omdat hij dan veel meer power kan geven. Als je bij een team zit met bredere rotatie, dat er iets meer gewisseld wordt. Maar ik vind het heel tof om hem zo te zien spelen. Ik was erg onder de indruk. Ja, leuk. Ja, en vooral wat hij deed dan. Hij speelde veel vanaf de pick-and-roll. Hij kwam hard in de aanvallende rebound. Hij pakt die ballen hoog. Hij probeert ook, hij had ook een paar misdunks, hè, maar hij probeert al die ballen er doorheen te rammen. Ik denk, ik vind dat de top 3 clubs in Nederland, dat die serieus moeten overwegen om hem erbij te halen. Check the skeptics. Ja. Check this. En hij over die minuten, Henk, hoeveel speelt hij gemiddeld, zeg je? 30? Nou, weet ik niet, maar hij speelde nu wedstrijd, hij speelde nu 32 die laatste wedstrijd. Uh-huh. Hij maakte in die laatste wedstrijd, daar was ik nog niet bij, maar dat zie ik nu staan, pakt hij, heeft hij 10 punten, 7 rebounds. Die andere wedstrijd, die wedstrijd 1, was hij heel dominant, was hij ook goed, maar ja, de minuten inderdaad, ik snap wel een beetje waar je naartoe wil, maar het is lekker. Je kan, als je even, ik had het ook nodig altijd, hè? Als je dan, ik had zeker niet het atletisch vermogen van Shaq, maar dat je even kan zitten, even kan uitrusten, een paar minuten, je kan net even nog iets harder gaan, snap je? Want ja. hij heeft het vermogen om heel snel op en neer te gaan en goede screens te zetten, dus dat, ja. Kijk, bijvoorbeeld als je naar Den Bosch kijkt. Den Bosch heb je Jito en Jito Kok en Thomas van der Mars. Dat zijn eigenlijk twee toppers. Hè? Twee jongens die goed kunnen basketballen. En die wisselen elkaar af en daardoor kunnen ze beter spelen. Als een van die twee 30, 35 minuten moet spelen, dan zie je dat het niveau een klein beetje, ja, dan moet je toch op een bepaalde manier gaan sparen. Ja. Dus hoe breder je rotaties. En je ziet dat ze op een andere manier spelen. Maar ik vind het heel tof hoe die gasten vechten voor elkaar. Die mensen uit Leeuwarden. Ze hebben een fantastische serie neergezet. Hebben twee wedstrijden overtime gehaald. In de eerste en in de derde. Ja, mm-hmm. Die match van gisteren heb ik een stuk gezien. Het is nu maandagavond, hè, trouwens, voor de luisteraars. Ja. Dus ik zeg gisteren. Ze hebben Leiden ontzettend moeilijk gemaakt. Ze hebben Zwolle uitgeschakeld. Ik vind hun de Nederlandse verrassing van het jaar. Ja. Leeuwarden. Ja, zo. Ja. En straks van alles, Henk, dacht eigenlijk wel voorspel dat stuk. Want ik zag het redelijk zwart in, of redelijk duister in voor die jongens na die cross-border fase, waarin dat ze toch in de gold, ja, dat ze met 0 op 10 zaten. Dat ik ook zoiets had van, ja, ik denk dat dat wel mentaal een beetje gaat wegen ook. Maar ze zijn daar mooi bovenop gekomen en ze hebben, zoals al gezegd, goede domestic playoffs gespeeld. Ja, en het feit dat ze...
het feit dat ze zo ook en Zwolle uitschakelen en ver komen tegen Leiden. Mm. Hè? Want drie keer verloren natuurlijk, maar het gaat ook twee keer een verlenging. Dat is niet misselijk. Zegt ook veel over de coaching. Er wordt daar gewoon goed gecoacht, goed voorbereid. Die jongens komen niet onvoorbereid het veld op. Ja, ze beginnen ook hard. Hè? Ze beginnen met hele leuke energie aan die wedstrijd. Ze spelen met vertrouwen. Ze pasen die bal rond. Hè? Want je hebt die Paulson, heb je, die knalt die ballen erin. Heb je die Warner die de ballen erin knalt. Ze zijn blij voor elkaar. Het was echt wel... Ze hebben Leiden best wel verrast. En Leiden is eigenlijk, met 3-0 zijn ze heel goed weggekomen hoor. Want zelfs de wedstrijd 1 hadden ze ook makkelijk kunnen verliezen. Was niet Marijn Ververs die nog even de gelijkmaker met 12 seconden erin schoot. Ze stonden dik voor in het eerste kwart, in de eerste wedstrijd. Wat ik opvallend vond toen even over Leiden, dat toen kwam Roeland Schaftenaar erin, stond een puntje of 10 achter. Die heeft toen maar 5 minuten in de eerste helft gespeeld. En die trok gewoon die hele wedstrijd weer gelijk. Roeland, die eigenlijk misschien wel een beetje tegenovergesteld is van Doorsen. Omdat Roeland is atletisch vermogen een stukje minder. ik mag dat zeggen over Roeland, want ik ken Roeland heel goed. Hè? Roeland is, we hebben wel vaker genoemd, een beetje de Jokic. Maar dat is hij ook echt. Weet je? Ja. Hij krijgt de bal. Jokic. Hij heeft de controle. Hij paast. Hij geeft het op de juiste moment. En het team komt zo langzaam maar zeker een beetje terug. Het is een hele slimme speler. Het is wat ik opvallend vond. Waarom speelde hij maar 5 minuten in die eerste helft? Ik heb hem niet gesproken. Zou hem wellicht nog even een berichtje kunnen sturen. En hem even aan hem kunnen vragen. Maar Leiden, wat ik ook heel erg opviel bij Leiden, dat Leiden speelde heel veel plays. Echt dat je dacht van oké, er komt hier nog een screen, daar nog een screen. En ze ziet ze allemaal door elkaar heen lopen. Maar eigenlijk de bal bewoog niet echt. De bal bleef gewoon boven de driepuntlijn. En dan al die plays en dan kwam er niks uit en dan kwam er een beetje geforceerd schot. En dat kwam ook door de druk die Leeuwarden de hele tijd gaf. Ze gaven heel veel druk en probeerden echt up-tempo basketbal te spelen. Was leuk om te zien. En complimenten voor coach van Sliedrecht. En complimenten voor de hele staf van Leeuwarden. En ik hoop dat Leeuwarden stapjes gaat maken in de toekomst. Dat ze nog beter gaan worden. Nou, stap 1 is een paar extra documentjes sturen naar de B-Next-commissie. Want de licenties zijn uitgedeeld. En de documentatie was nog niet helemaal op orde. De commissie moet nog wat extra dingen zien van Aris en van Apollo. Ja, dat is balen, man. Dus ik hoop... Ja, maar het kan ook gewoon... Dat er nog een sponsorcontract nog getekend gaat worden. Hebben ze in ieder geval goed laten zien dat ze zichzelf er lekker op hebben gezet. Exact. Aan het basketbal ligt het zeker niet. Nee. Dus dat is goed. Maar in principe gaan we er wel vanuit dat Aris deze weg doorzet. Want hoe meer teams bij de top, hoe beter. Toch? Ja, zeker. Nou, zeker. En dan gaat Leiden spelen tegen de uiteindelijke winnaar van Donar Den Bosch. En nou Henk, ik weet niet of het toeval is, maar laat jij nou net een wedstrijdje gezien hebben live in het stadion van Den Bosch. In de Maaspoort, Henk is all over Holland. All over the place, all over Holland. Het is alleen maar basketbal en nu weer die podcast maken. Ik heb ruzie thuis en weet ik voor wat allemaal. Dus het wordt helemaal gek van. Het is daarom dat je bij jou er zit vandaag. Ja, nee. Ben je uitgezet. Nee, dit is een cursus. Dat komt eigenlijk omdat ik ook in de nacht moet werken voor ESPN. En dat er een cursus is voor mijn vrouw die een cursus orthodontie doet. En dat is intern in Soest. En dus die zit daar in een hotel. What? En de kinderen moeten ook naar school. Dus mijn ouders die brengen de kinderen naar school. En ik dacht, nou weet je wat, er gaat niks boven. En dat weet je ook, Sam. Er gaat niks boven een lekker maaltijdje van je moeder. Hè? Van je kip met appelmoes en gebakken patat, Henk. Mijn moeder maakt hele lekkere boerenkool. Oh, boerenkool. Boerenkool met worst. Maar goed. Lekker, dat, anyway. Ik wil graag wel eens komen proeven van die boerenkool met worst. Met worst, ja. Ah, dat gaan we ik heb vaak van jouw moeders patatekes mogen proeven. Patatekes, ja, patatekes. Van de Vlaamse frieten. Lekker man. Maar over patat gesproken, het was wel een beetje patat weer bij Den Bosch. Hè? Dat, Den Bosch, die wint die eerste wedstrijd. Heb jij daar nog een showtje voor gedraaid? Was dat die wedstrijd? Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad een... Ik heb inderdaad een showtje gedraaid. Ze hebben mij gevraagd of ik een... ze hebben dan Heroes Connect, heet dat. Dat is een showtje, een YouTube-showtje. Hebben ze gevraagd of ik daar even langs wil komen met Stefan Wessels. Stefan is daar de... TD, technisch directeur. De general manager, denk ik eerder. TD is misschien meer Roel van der Graaf.
Maar nee, daar hebben we gezeten en even gesproken met de coach. De coach is 3 jaar bijgetekend. Erik Brouw. Dat is wel grappig. Ik sprak Erik Brouw. Hij zei, ja, leuk dat je die podcast doet. En ik heb er wel wat over gehoord. En toen zei je, toen had je het even over mij. En toen heb je over mij gezegd dat ik een vriendelijke vent ben. Ja, dus ik moet misschien iets anders nog over Erik Brouw vertellen dan alleen dat hij vriendelijk is. Dus Erik, je bent ook gewoon echt een topcoach als je nu luistert. Maar dan moet je nog wel even bewijzen dan door de 5 wedstrijden uit te slepen. Of er niet te winnen, dat maakt niet zoveel uit. Maar 5 wedstrijden, want we willen 5 wedstrijden zien. Het is altijd mooi een do-or-die wedstrijd. Mag ik daar trouwens nog iets even op inpikken? Op het verhaal als nu de coach 3 jaar hebben bijgetekend. Want het is wel zo'n moment waarop je denkt van... de dingen lopen niet 100% bij Den Bosch, denk ik. De goldfase was niet extreem goed. En dan zie je toch dat die club toch vertrouwen behoudt in die coach. Wat toch zegt dat ze echt geloven in zijn werkwijze. En dat ze daar wel op lange termijn ook denken. Want er zouden weer al veel clubs zijn die al beginnen twijfelen aan de kunde van een coach. Omdat het toch niet loopt zoals ze denken. Oké, ja, had wel die 18 op 18 in Nederland. Maar de crossbordersfase was nu niet top. Dus en op dat moment dan het vertrouwen in je coach behouden, vind ik wel mooi. Zeker ook als je gelooft in zijn project. Dus het lijkt mij een goede move naar de toekomst toe misschien wel. Nou, ik, om hier nog even over door te gaan wat jij zegt. Ik vind het inderdaad ook een hele goede move. Erik Brouw is ook een van de meest succesvolle coaches. Ik denk dat de meest succesvolle coach die in de Nederlandse competitie coach. Actief hij heeft al een aantal kampioenschappen met Donar. Het is een hele goede coach. Maar wat ik altijd opvallend vind... Sam, je hebt ook een tijdje in Spanje gespeeld. Nog steeds, hè? Best wel lang. Gewoon je hele leven. Maar in Spanje, daar tekenen ze heel veel spelers. Zo'n beetje zo rond maart, april beginnen ze die al bij te tekenen. En dan zeggen ze van, ja, je wordt bijgetekend. Ja, tenminste, de club waar ik vandaan kom, bij Juventus, doen ze dat wel. Dan tekenen ze altijd gewoon halverwege het seizoen. En wat ik altijd het gevoel heb in Nederland, dat ze... iets langer mee wachten. En ik snap eigenlijk niet zo heel goed waarom. Want op het moment dat je een goede speler hebt en je tekent hem nu, dan concurreer je eigenlijk alleen maar met jezelf. Maar wacht je tot later, dan concurreer je met de hele competitie. Iedereen, ook buiten. Ja. En ik snap ook wel dat spelers willen wachten, hè, om te kijken waar ze het beste contract uit kunnen halen. Maar goed, dat... Hoe kijk jij ernaar, Sam? Nogthans, ja, nee. Maar ja, like hier in Valencia hebben ze jarenlang het principe aangehouden dat ze met spelers onderhandelen pas na het seizoen of als het seizoen gedaan is. Ik heb ook verschillende keren in die situatie gezeten. Over het algemeen denk ik dat de markt in België en Nederland vroeger veel sneller toe was. Dus het is zoals je zei, dat ze vooral vroeger, denk ik, veel rapper spelers tekenden in februari, maart, april. Veel ploegen hadden een ploeg voor het volgende seizoen, hadden die meestal al rond in mei, bij manier van spreken. Dan kwam er nog 1 of 2 bij vaak. Maar dat was het. Maar dus het grootste deel van die ploegen stond redelijk vroeg vast. Denk ik. Maar nu toch ook dat nu toch ook wel een beetje aan het verschuiven is. Dat ze meer meegaan naar die internationale markten, die toch... Langer open blijven en meer beweging hebben in de zomer, echt in de maanden juni, juli, augustus. Ik merk nu toch dat dat in België en Nederland ook wel wat begint te schuiven. Dat is wel een opmerkelijk verschil met vroeger. Dat wel, ja. Ja, nee, wat mij ook is verteld is dat ze in Nederland en wellicht in België ook, dat voordat ze eigenlijk andere spelers tekenen, dat ze eerst willen weten welke Nederlanders ze hebben. Want ja, stel je tekent Sam, of ja, welke België dan wil hebben, stel... Hè, een team gaat zometeen jou tekenen. Ja, dan weten ze ook van oké, dan hoeven we niet de beste. Dan willen ze waarschijnlijk een Amerikaan ook op de pointcard achter jou. Ja, of een andere, tenminste zou dat in Nederland gaan, of een Amerikaan achter je. Maar dan hoeven ze niet daar het meeste budget aan, want ze hebben Sam al. Ja, en Sam, dan weet je, als je Sam wil hebben, dan moet je portemonnee trekken. Scheld, jongen, scheld. Zo. Henk hoort mijn manager doen. Ik hoor Henk hierboven. Let's go, man. Ik haal het maximale eruit, Sam. Nee. We waren bij die wedstrijd bezig, hè? We zijn mij weer aan het verkopen als die vogel ook. Nee. Dat is niet goed voor mijn imago. Maar bon, gaan we terug naar Heroes tegen Heroes. Ja. Je had trouwens wel even, heel kort, je had wel even de podcast gepromoot. Stefan, die vroeg jou zelfs nog om extra reclame te maken voor onze podcast. Dus shout-out, Stefan. Stefan is mijn boy. Stefan is een top. Vent. Samen gespeeld bij het nationale team ook. Stefan is een topper. Is echt een
goed, heeft hij ook een top 10? Ja, dan heb ik het ook tegen hem gezegd. Dan zegt Steven is een topper, maar ook basketballend en heel, echt heel slim en zo. Hè? Net als Erik Braal. Hè? Als je luistert, Erik. Hè? Ja. Den Bosch. Den Bosch was matig, man. Den Bosch had heel veel turnovers. Heel veel balverlies. Ja. Ik kwam dus gisteren bij die wedstrijd. Ik was veel te laat. Ik kwam pas halverwege tweede kwart. Want ik heb op een of andere reden in Utrecht stilgestaan in een file voor mensen die naar de wedstrijd van Feyenoord wouden. Dus ik kwam veel te laat. Toen stond het nog gelijk, eerste helft. Maar Donar, die speelt met een behoorlijk energielevel. Die spelen hard. Die spelen een heel goed basketbal. Pasen de bal goed rond. Ik vond het een genot om naar te kijken. Inside zijn ze berensterk. Als je ziet hoe die Gadefors de bal opeist de hele tijd. De verantwoordelijkheid neemt. De bal dicht naar de ring toe neemt. Hebben ze eigenlijk de verdediging van Den Bosch wel helemaal zoek gespeeld. In de derde kwart. Ja, derde, vierde kwart. Ze kwamen erg sterk uit de kleedkamer. Ja, ze domineerden gewoon. En Den Bosch wist niet meer wat ze moesten spelen. Hè. Dat heb je wel eens van die momenten, maar dat duurde heel lang. Ze wist niet meer wat ze moesten spelen. Namen slechte schoten. Speelde niet meer als team, weet je wel. Dan is zo'n één paasschot. En dat valt dan de hele tijd niet proberen aan te haken. Ja, dat lukte niet. Het was een hele slordige wedstrijd van Den Bosch. Ja, ik heb een stuk van die tweede helft gezien en het was net op dat moment dat Donner ook begon weg te lopen. En ik had toen ook de indruk dat Den Bosch redelijk snel teruggreep naar zo'n paniekbasket. Zo echt zo acties in de eerste 5 seconden van die aanvallen, terwijl dat je dan toch een beetje moet maken dat je een beetje orde behoudt in je aanval, zodat die kloof... Want vaak die snelle schoten zijn dan slechte schoten en dan wordt er gelopen langs de andere kant en dan gaat dat rap van 5 naar 10 naar 15 punten en ja, begint het dan maar aan. Hè. Dus dat was wel opvallend. Dan, daarna begon het ietsje beter. Hebben ze een paar keer Van der Mars in de post gezocht ook. Dat ging dan wel goed, maar ja. Maar ze controleerden die hele wedstrijd. Hè? Ja. Ik vond dat de Donar, die speelde eigenlijk die tweede helft met meer energie. Speelde sneller, verdedigde de harder. Want elke keer in de verdediging hadden ze een hand ertussen. Bij elke paas. Hè, ze hadden dus extreem veel balverlies. Wat is het, maar volgens mij hadden ze 18 keer balverlies. Wedstrijd ervoor had Den Bosch 20 keer balverlies. Ja, dan is het ook echt, dan is het haast niet, dan is het haast niet te doen. Punten uit turnovers. 22 van Groningen. Dus elke keer handje ertussen. Bam, naar de overkant. Second chance points. Dus 9 tegen 21. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon gewoontes. Hè? Dat betekent dat alle 50-50 ballen allemaal naar Groningen gingen. Dat de agressiviteit bij Groningen vele malen hoger was. Ik moet wel zeggen dat Groningen echt wel een fysiek team is. Hè? Ze zijn misschien niet, ze hebben niet de meest fluwele stijl. Maar ze hebben wel gewoon een paar powerhouses met die Gadefors, die Olise Meka, ook een grote jongen. Jammer dat Olaf Schaftenaar nog niet zoveel kan spelen. Want wat ik jammer dan vind, hè, ik vind het jammer dat je niet al te veel Nederlanders ziet. Je ziet wel Leon Williams, ja, die schiet dan wel even 2-3 punten erin. Die schiet ook een paar belangrijke 3 punten erin, waardoor ze nog wat verder voorkomen. En ik vind Leon altijd een geweldenaar om naar te kijken. Wat ik jammer vind is Sander Hollanders. Dat is een jongen die echt wel goed 3 punten kan schieten. Die een beetje nu aanhaakte bij het nationale team. Die zou ik meer willen zien. Ik vind het jammer dat er dan zoveel buitenlanders staan. Dat er dan, ja, nog die Big toch ook, die grote jongen bij zijn naam. Willem Brandwijk. Ja, Brandwijk. Brandwijk, die heeft een aantal wedstrijden in Gold heel goed gespeeld. Ik weet niet of hij... Maar nu had hij foutenlast, denk ik, gisteren. Nee? Ja, volgens mij hij had foutenlast. Hij had foutenlast. Hij heeft er uiteindelijk 5 fouten had hij. Ja. Dus vandaar die... Nee, Willem is ook gewoon een atletische jongen. Is ook iemand die heel snel probeert te spelen. Is een leuke gast, brengt heel veel energie op het veld. Sowieso vond ik, als je gewoon niets van basketbal weet en je snapt niet wat aanvallende rebounds zijn en je snapt niet wat turnovers en balverliesjes en zo, dan kon je wel... Het grootste verschil in die tweede helft was het energieniveau. Het energieniveau was vele malen hoger van Donar. Ik zou zeggen, energie is, dat heeft niks te maken met kunnen en techniek en voorbereiding. Dat is gewoon rammen met je kadaver, gewoon gaan.
Nee, maar je krijgt misschien ook een beetje de indruk. Want ik heb ook die Heroes Connect gedaan. En daar zei die, hoe heet die gozer nou? Dante Thomas. Dante Thomas zei ook, ja, we moeten door. En dat je mentaal of dat je er doorheen ja. wil. En sommigen zeiden dat je bezig bent met naar huis toe te gaan. Dat is soms ook wel. Hè. Als het niet helemaal lekker loopt in het team. Hij zegt dat natuurlijk niet. Hij zegt, nee, we weten allemaal dat we nog heel hard moeten gaan. Daarna kunnen we naar huis toe. Maar als het niet helemaal lekker loopt in het team. Want ze hebben eigenlijk toch wel teleurstellend. Tweede bedrijf. Maar 2 wedstrijden van de 10 gewonnen. Ja, dan is het dan kan het best wel zo'n sneeuwbal effect zijn. Dat ze niet helemaal meer met dezelfde intensiteit. En met hetzelfde teamgevoel spelen. Als dat ze in de domestic fase deden. Trouwens, exponent bij Donar van die Nerehi vind ik wel Goddefors, maar als paalverdeler in België noemen we dat wel een beetje een Duracell konijn soms, weet je? Die pakt soms een rebound, dan is die weg met die bal, hè. Als paalverdeler worden daar zot van, hè. Dat aan de andere kant van dat veld, hè. Ik heb daar een keer in actie gezien, dan springt hem omhoog en heeft hij de pas terug, bijna helemaal naar de middenlijn, dat je dacht van, oh, la, la, la. En maar dat doet het doet dat veel, hè. Die Goddefors, als die een bal pakt in de rebound, die is daarmee weg, hè. En dat loopt bij hem nu wel vaak goed af. Ja, het is een beetje een type speler. Precies wat je zegt. Maar ik moet wel zeggen, het is wel de type speler die Donar nodig had. Donar begon extreem stroef aan dat seizoen. Heeft nu een sterke gast, iemand die de leiding durft te nemen. Dat hadden ze aan het begin van het seizoen niet. Aan het begin van het seizoen waren ze gewoon... Mm. Wat dacht iedereen van, wat is er met Donar aan de hand? Weet je, Donar hoort bij de top mee te doen. Ja, dat is wel... Ik ben wel fan van die Goddefors. Ik vind dat leuk om zo'n gast te spelen. Ja, dat is heel gaaf om te zien. Het is een Zweed, toch? Hij komt uit Zweden, dus is dat niet Goddefors? Goddefors. Goddefors, de Duracell konijn. Ja. Heel flauw. Heel flauw om accenten te proberen na te doen. Anyway, het staat 2-1. Heeft Den Bosch nog... kan die het tijd nog keren? Kan die 2 keer achter elkaar winnen van Donar? Dat kan wel, alleen ze moeten de basics goed doen, weet je wel. Je moet je gewoontes goed hebben en de gewoontes zijn dat je de rebound moet domineren. Hè? Dus je moet rebound domineren, je moet je turnovers beperken. En je moet, als er zoveel druk wordt gegeven, dan moet je iemand hebben die er langs kan gaan en die het spel op een juiste manier weet te breken. Maar er wordt niet de juiste aanval gezocht, er worden niet de juiste schoten genomen. Erik Brouwer, die zou hier aanpassingen moeten gaan maken en moeten proberen om zijn team op tijd in orde te krijgen. Ja, het kan, hè. Vorig jaar stond Den Bosch in de finale 2-8 tegen Leiden. Hebben ze ook, toen was het net andersom, toen moesten ze daarna nog 1 thuiswedstrijd, die wonnen ze, toen werd het 2-2. En daarna hebben ze weer een uitwedstrijd in Leiden, die hebben ze toen gepakt. Maar het kan, hè, het is maar 2-1. Nee. De eerste helft ging heel gelijk op. Dus ik hoop zelf dat het 2-2 wordt. Ik vind het vet. 5 wedstrijden. Ik hou wel van een beetje strijd. Dat is mooi. Er waren ook lekker veel Groningers mee naar Den Bosch. Ja, dat is mooi. Goed om te zien. En Groningen, vergis niet, hè. Groningen, FC Groningen is echt in een diep, diep dal. Zijn net gedegradeerd. De wedstrijd tegen Ajax is stilgelegd. Groningen heeft ook wel behoefte aan sportief succes. Dus als die team... Donar, als die dat een beetje meekrijgen van de fans ook, dan zouden ze zomaar eens ook voor volgend seizoen een hoop sympathie in Groningen zelf kunnen pakken. Misschien wel meer toeschouwers, omdat het voetbal de keukenkampioen-divisie is. Dus het momentum ligt echt bij Donar, dat is wel duidelijk. Laten wij even naar twee andere 2-1 wedstrijden gaan. België. Limburg verrassend heeft natuurlijk een wedstrijd gepakt tegen Antwerpen. De Giants lieten volgens mij zelfs in de eerste wedstrijd niet zitten even liggen. Maar stelden daarna orde op zaken. En wonnen uiteindelijk, hebben er uiteindelijk 2-1 van gemaakt. En Oostende tegen Mechelen staat ook 2-1. Wat zijn daar een beetje de ontwikkelingen? Ja, Limburg won misschien een beetje verrassend de eerste wedstrijd. Hè. Het was een beetje... Hetgeen wat we al aangekaart hadden voordien, dat Antwerpen, de Giants, leken volledig uit hun ritme te zijn nadien een break van 10 dagen, terwijl Limburg
met een deftig ritme afkwam. En ja, Antwerpen was daar toch in de eerste wedstrijd ook vooral niet zichzelf. Maar toch, chapeau voor die win van Limburg. Want meteen in de eerste gaan winnen op verplaatsing. Dat legt wel meteen veel druk bij Giants om die tweede wedstrijd in Limburg te gaan winnen. Hè. Ja, die tweede wedstrijd heb ik dan niet gezien. Maar ik zag dat in de eindstand, het was 50-62. Dus ik dacht, wow, ja, daar zijn we weer met die low-scoring games. Misschien bij 5 punten een half appeltaartje sturen. Ja, en de eerste wedstrijd was ook maar 59 punten voor Antwerpen. Hè? Die hadden even een dekseltje op de ring zitten. Ja, inderdaad. Maar Antwerpen is dat wel zo'n ploeg die zo low-scoring games wel kan winnen. Die hebben al een heel seizoen zeer hard zitten teren op die defense. Zeker een tweede deel van het seizoen. En dat is altijd wel goed geweest, maar oké, ja, bon, als beide ploegen afwerken naar een field goal van 35-36%, dan is het niet zo'n hoogstaande wedstrijd geweest ook, denk ik. En goed, en dan in game 3, ja, dat was wel een beetje een Antwerpse pletwals gisteren. Ik denk dat na drie kwarters 25 of 26 punten verschil was. Ja. Ja, en dan opmerken eigenlijk dat Antwerpen opnieuw de spelers kwijt zal zijn, denk ik, voor de rest van het seizoen. Robbie Rogiers, die is heel slecht gevallen op zijn elleboog, is afgevoerd geweest met de mug naar het ziekenhuis. Ik heb er nu geen verder nieuws van, maar dat zag er helemaal niet zo goed uit. En dan, Limburg mist ook een heel aantal spelers natuurlijk. Limburg mist er natuurlijk ook veel. En je ziet dat eigenlijk beide ploegen met een zeer korte rotaties. Bij Antwerpen eigenlijk ook. Hè. Antwerpen heeft in de tweede match denk ik maar met 8 man gespeeld echt. Je ziet dat vaker nu, dat die rotaties korter en korter worden. Dat er vaak 3-4 spelers altijd boven die 30 minuten zitten. Maar ik vraag me toch af in welke mate dat houdbaar gaat blijven in zo'n druk speelschema. Want je hebt nu een wedstrijd elke 2 dagen. Dat gaat toch binnen wie. Maar goed, ja, Antwerpen is over het algemeen wel meestal een heel solide ploeg. Omdat die hebben heel weinig balverlies in het algemeen. Ik heb nu een keer gekeken, die 3 wedstrijden tegen Limburg. Hebben ze nooit meer dan 13 balverlies gehad. Een keer 10, een keer 11, een keer 13. Ja, dat is in die range dat je balverlies moet liggen. Hè. En dan weet je dat je in aanval wel goed georganiseerd speelt. En dat helpt natuurlijk ook voor minder punten tegen te krijgen aan de andere kant in transitie en zo. Dus ja, ik denk Limburg, ja, ze doen hun uiterste best. Ze hebben heel veel pech gehad dit seizoen. Heel veel blessures gehad. Hè. 2 kruisbanden met Quentin Seron en met Seyssens nog op het einde. Maxime de Zeeuw heeft deze wedstrijd ook gemist. Die is niet 100%, want die had zijn voet omgeslaan. Dus Limburg heeft veel pech gehad. Ik denk dat Limburg een half jaar door volledig gestaan, dat wel een ander verhaal had geweest. Ja, precies. Die kan dat op zich natuurlijk wel... Ja, eerlijk gezegd denk ik dat Antwerpen nog altijd... Ja, als alles normaal verloopt, denk ik dat Antwerpen game 4 ook wel zal pakken. Ja, ze zijn het ook wel een beetje aan hun stand verplicht. En ik denk ook met gezien de blessures bij Limburg. Hoewel Antwerpen natuurlijk ook al inmiddels een aantal spelers kwijtgeraakt. Ja, hoe langer zo'n serie duurt, hoe breder je bent in je selectie, hoe fijner het is natuurlijk als die serie wat langer duurt. Dus Antwerpen, ja, die zal hier wel uitkomen. En dan hebben we nog Oostende tegen Mechelen. Mag ik even ertussen komen? Oké, Henk. De wedstrijd van Zwolle. Ja, ik zag het ook net. Ja, ze zijn wel uitgeschakeld, denk ik. Ja, want Zwolle heeft Zwolle gewonnen thuis met 100-92. Dus de troostprijs voor Zwolle is een fijne appeltaart. Maar het is ook einde seizoen voor Zwolle. In de B-Next playoffs is dit. En houden we die appeltaart nog opsturen? Want dan moeten we tussen naar Amerika, tussen naar Queen Iwaris, tussen naar Hendrix, tussen naar Raar. Hij is voor degene die de 100ste punt heeft gemaakt. Dat heb ik ook even gecheckt. Dat is wie was dat? Boyd van de Vuurst de Vries. Nee joh, Boyd. Gefeliciteerd. Ja, goed, ik wil zeggen gefeliciteerd. Hij kan eventueel zijn taart nog delen met zijn broer dan. Ja, precies. Ja, inderdaad. Met zijn familie, ja, met zijn coaching staf. Dus we gaan hem even een appje sturen. We gaan een appeltaartje sturen naar Boyd. Maar we moeten heel eventjes, want we gaan zo terug naar de B-Next playoffs. Laten we heel even België afmaken. Maar dit is inderdaad gewoon breaking news tijdens de podcast. Hè? Appeltaart tijdens de podcast. Wat een prachtig normaal dit, hè? Geweldig. Wat een kronenpons. Dit is historisch. In onze 11 afleveringen is het nog nooit gebeurd. Ja, we hebben nog altijd zo'n appeltaartteuntje, hè? Nee. En ja, ik denk trouwens dat... Je moet zo'n jingle maken, man. Dat is voor jou, Matthijs.
Ja, ja, nee, anders doe ik nog wat werk erbij. Maar het is wel grappig dat... wie was het nou? Ik ben even kwijt. Maar er is een wedstrijd waarin de commentatoren... Een van de commentatoren ook tegen bij Leiden. Bij Leiden zit een van de twee commentatoren. Die ene is Martin Hoekstra. Daar heb ik nog wel eens tegen gespeeld. Die zat... dat is een mooie kerel. En die andere, weet niet precies wie dat is. Maar die zat ook tijd te roepen... Hey, Leiden bijna appeltaart. Of we hadden er zelfs een appeltaart. Ik weet niet grappig meer. Is dat, hè? Ja, het leeft onder de mensen. Op het moment dat ik naar die wedstrijden ga... Dan vraag ik iedereen, heb je appeltaart meegenomen? Als ik naar die wedstrijd ga, vraag iedereen of ik appeltaart heb meegenomen. Ik zeg nee, dan moet je eerst 100 punten maken. Ja. Maar ik kreeg ook een berichtje van mensen uit Leiden, Leidse advocaten of zoiets. Ik weet niet welke, neem je appeltaart mee, betalen wij de drank. Ik denk, ja, mooi is dat. Eerst gewoon even die 100 punten maken. Eerst 100 punten op een of andere manier Leiden, twee keer overtime, één keer op 99 punten, één keer op 98 punten. Dat was het. Dat was het. Kom op, man. Hey. Je gaat voor die appeltaart of niet, hè? Trouwens, ik heb wel een indruk. Ik heb wel een indruk dat de Nederlandse commentatoren veel meer into appeltaart zijn dan de Belgische. Ik heb nog geen enkele Belgische commentator over de appeltaart gehoord. Ja, dat is jouw taak, hè? Ja, dan moet jij een beetje aan de appeltaart komt het meer op televisie, denk ik. Ja, dat is waar. Bij jullie wordt het meer bekeken. Kijk, in Nederland zijn wij eigenlijk de enige. Ja, hoe zeg je dat? Media. De enige nieuwszender van de. Van de enige platform, ja. Jullie maar goed, meer. Heel even nog Oostende tegen Mechelen. Tegen de Ken Gang. 2-1 inmiddels. En begon met een overwinning van Oostende thuis. Daarna won de Ken Gang ternauwernood met 3 puntjes verschil in de Winketkaai. Want een beetje, ik denk altijd dat de winkel staat, maar het is Winketkaai. En Filou won vervolgens weer thuis. En we gaan nu weer terug naar de Winketkaai. Althans, als je dit luistert, is het waarschijnlijk vandaag, dinsdag. Dus het is een game 4 voor de Ken Gang tegen Oostende. Maar dat zou zeker als het thuis... het zijn geen grote verschillen daar, hoor. Het is nooit meer dan 10 punten verschil, in ieder geval, de einduitslag. Ja, nee. Alhoewel dat gisteren... Ja, maar Kangroes blijft er dan zo weer aanhangen. Ja. Op een gegeven moment stonden Oostende, denk ik, 15 of 16 punten voor. En dan komen ze wel weer terug zo in de match. Ze kenden het ze laten. Kangroes is wel zo'n ploeg die nooit echt aflaat, heb ik de indruk. Ze hebben daar één slechte match gehad tegen Leuven. In de kwartfinale in Leuven. Maar voor de rest heb ik wel altijd zo'n dat die ploeg zo altijd wel zo ervoor blijft gaan. En ze kruipen zo onder uw huid, hè. Dat zijn zo van die... ze ambiteren de grootte, ik zal het zo zeggen. Het is geen enkele... Loubry, maar niet alleen Loubry. Maar Loubry was in game 2 natuurlijk wel weer... lekker hot. Ja, ik ben gewoon fan van 25 punten, denk ik, die in de tweede wedstrijd. Ja, dat was weer zo'n Loubry match. Maar ik denk dat ze hem nu toch wel stilletjes aan het infuus gaan mogen leggen op die vrije dagen. Want ik heb nog een keer beginnen rekenen. Hè. Ik heb nog een keer een rekeningskeer gemaakt. Hè. Dus ze zijn met 4 van de 120 mogelijke speelminuten in die 3 wedstrijden. Jonas Voerts, 107. Jo van Buggenhout 98, Mukubu 97 en Loubry 93. Dus die 4, dat komt erop neer dat die 4 die spelen gemiddeld meer dan 30 minuten per wedstrijd. Ja. Ene wedstrijd om de 2 dagen. Mukubu en Loubry, die zijn alle 2 38 plus. Ik weet niet hoe dan die mannen dat doen, maar dat infuus mogen ze ook aan mij beginnen geven. Maar Duracell of zoiets, ik weet niet. Ja, Mechelen, die speelminuten van de jongens daar, dat begint daar serieus op te lopen. Ja, ze hebben uiteraard niet veel rotatie meer. Ze hebben redelijk wat gekwetst, dat had ook over Hans de Zoen. En ik denk niet dat die allemaal vervangen zijn geweest ook toen. Dus, en nu ook kunnen ze nu weer vervangen ook. Hè. Davis en Menes, die zijn uitgevallen helemaal op het einde van het seizoen nu. Davis tijdens de playoffs en Menes vlak voor de playoffs. Dus dat zijn toch 2 mannen dat ze missen in een rotatie worden. Dat ze nu eigenlijk maar 7 man spelen eigenlijk. Dus dat is heel weinig. Olief? Ja. Dat is wel echt zuur. Ik vind dat er veel mensen uitvallen, man, aan het einde. Ja, er zijn echt redelijk wat ploegen die toch wel wat problemen hebben met blessures nu. Dus inderdaad wel een beetje verontrustend, zeker voor die ploegen ook. Ik hoop dat er niet nog meer geblesseerden vallen, want dat is vaak een kettingreactie. Zeker als je kijkt hoeveel minuten dat sommige jongens aan het pakken zijn, dat is uiteraard wel een beetje gevaarlijk. Ik heb niet zo lang in Nederland gespeeld, hè, Sam. Mm-hmm. Maar wat mij altijd opviel,
als ik in Spanje speelde of daarna weer terugging naar het Nederlands team. Dat mijn Nederlands team werd altijd gewoon altijd twee keer per dag trainen. Altijd. Terwijl eigenlijk in moderne basketbal gebeurt dat een stuk minder. Is het doordat er meer wedstrijden zijn, het spel gaat iets sneller. Wordt er veel meer één keer per dag getraind. Wordt er die balans veel beter bijgehouden. Nou weet ik dat ze bij het Nederlands team, dat ze daar hebben zo'n fysio-duo en Tom en Ruud. En die houden dat allemaal goed in de gaten. En sindsdien is het allemaal wel heel erg gemoderniseerd. En is het allemaal wel een stukje beter geworden. Maar ik weet dat sommige clubs zou ik gewoon nog oldschool. 20 jaar geleden was het gewoon altijd 5 dagen per week, 2 keer per dag trainen. Ja, maar dat natuurlijk ook wel een beetje van de situatie af. Lijkt nu Euroleague-ploegen, bij Euroleague-ploegen is dat bijvoorbeeld verboden. Hè? Dus die hebben nu een sterke spelersfederatie. Die zijn daarvoor opgekomen. En de Euroleague-ploegen mogen in het seizoen. Dus ook als de Euroleague gedaan is, de ploegen die daarna geen Euroleague meer spelen, die niet meer voor de playoffs meedoen, ook daarna mogen ze geen dubbele training meer doen, denk ik, als ik me niet vergis. Dus ik denk dat ze de regel hebben ingezet dat altijd maar 1 training per dag moet hebben. Spreekt hij natuurlijk wel over ploegen die reguliere competitie 70 wedstrijden spelen bijna. Dus misschien nog wel iets anders dan een ploeg die enkel aantreedt in de B-Next League bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel nog iets anders, want je hebt veel minder wedstrijden. Als je maar 1 wedstrijd in de week hebt, dan kan ik me wel voorstellen dat er 2 dagen in de week of misschien zelfs 3 dubbele dagen getraind wordt. Ik kan me moeilijk nog voorstellen dat er nog vele coaches rondlopen die 2 keer tape doen op een dag wel. Dat zal je verbazen, denk ik, man. Toch, ja. Ik denk tape. Ik denk dat gaat misschien toch beter op pensioen, Henk. Ja, nee, maar ik denk dat er weinig faciliteiten zijn voor tape. Dat er heel veel met braces en weet ik wat werd gedaan. Maar ik snap wat je bedoelt, man. Het is inderdaad, het is een belasting voor het lichaam. En hoe meer dat getraind, hoe meer dat geblast wordt, dat is duidelijk. Ja, ik was altijd, moet je ook wel een beetje de situaties bekijken. Hè. Je kunt geen veteraan vergelijken met een van 18 jaar. Die mannen van 18 jaar, die mogen inderdaad wel wat extra werk doen. Dat gaat geen kwaad kunnen. Ik kan me niet voorstellen dat ploegen zoals... Ik denk dat Mechelen bijvoorbeeld, ik denk dat ze daar wel... Dat je goed weet wat ze doen met hun spelers en dat ze niet te veel uren gaan trainen ook. Ik denk dat ze daar gewoon de uren doen die ze echt moeten doen en dan daarnaast nog individueel bijwerken wellicht. Maar het zou mij verbazen, moesten ze er echt zot hard trainen, denk ik. Allee, ik ken coach Michiels niet persoonlijk, maar ik denk dat bijvoorbeeld nu niet bij hem het geval is. Nou, ik weet dat ze in Nederland, heb je Matthijs Groot en die is bezig om een spelersvakbond neer te zetten. Enkel voor Nederland? Volgens mij enkel voor Nederland en voor Nederlandse spelers en Nederlandse speelsters, maar ook dat er faciliteiten voor zijn om in de zomer te trainen en zo. In België hebben ze daar een spelersvakbond of niet? Ik weet dat dat even op de rails gezeten heeft, maar ik denk dat uiteindelijk dat er weer niks van gekomen is. Maar ja, op termijn zou het misschien wel niet slecht zijn, moest dat in de B-Next terugkomen. Maar dan, het is natuurlijk wel landoverschrijdend, dus ik weet niet juist hoe dat het allemaal legaal in elkaar zal zitten, dat dat misschien wel moeilijker is. Nee, maar dat weet ik niet. Maar... Als je gewoon voor rechten van spelers opkomt, dat je daar met spelers, met de grote, met de captains, laten we zeggen, met de nationale captains, hè, want sommige teams zullen misschien een buitenlandse captain hebben, maar met de nationale captains, denk als je daar samen met de grote spelers gaat zitten, en van wat vinden jullie nou echt belangrijk? Mm-hmm. Wat kan echt beter in de competitie? Wat vinden jullie niet kunnen? Wat vinden jullie wel kunnen? Ik denk dat er dan heel veel antwoorden komen. En dat daarmee ook de competitie behoorlijk geprofessionaliseerd kan worden. Mm-hmm. Ja, ook ik denk dat het inderdaad niet onbelangrijk is dat spelers wel op sommige vlakken wel een stem hebben in de beslissingen die genomen worden. Ik zeg niet in alles, maar in bepaalde dingen zouden de spelers toch wel ook gehoord moeten worden in de beslissingen die genomen worden in de competitie. Dat vind ik inderdaad ook geen slecht idee. Ja, nee, zeker. Toekomstmuziek. Toekomstmuziek, dat hebben we elke podcast al 11 podcasten lang, maar dat is alleen maar goed. Dus wat? Bij de nationale... playoffs zullen we deze dagen uiteraard de beslissing gaan zien wie de finales gaan spelen. En die zijn dan al de 21ste. Dus dat is over een dag of 6. Volgende week zondag is dat, als het goed is, zeg ik uit mijn hoofd. Dat was leuk. In de B-Next, we hebben al even kort bij Luik tegen Zwolle stilgestaan. Zwolle wint wel thuis met een appeltaartwedstrijd, maar komt net tekort in onderling resultaat om...
door te gaan. En Zwolle is dus klaar. Luik gaat door. Ja, die hebben natuurlijk ook alleen maar toppers daar zo. Luik gaat uitkomen tegen de verliezer van Antwerpen tegen Limburg. Dus dat is op zich wel, wordt wel een interessante matchup. Dan kun je ook je borst wel nat maken. Ja. Twee toppers. De sterkte Luik. Maar ja. Tof dat je door bent. Ja. Zeker Maarten zal hier zeer verheugd over zijn, want die gunt Luik alleen maar het beste. Dan hebben we aan de andere wedstrijd hebben we Charleroi tegen Brussel. En daar is Charleroi door. We zeiden het volgens mij de vorige podcast al. Dan zei jij dat, Sam, dat Brussel een vrij krappe selectie ook heeft. En ja, die zullen ook op de laatste tand verliezen. Dat is inderdaad geen onlogisch resultaat. En ook, ja, ik vind het nog straf dat Brussel in die tweede wedstrijd, in die terugmatch, want ze hadden deze wedstrijd verloren met 23 punten thuis, denk ik. En dan zijn ze in Charleroi toch nog naar die wedstrijd te gaan. Hebben ze toch nog hun kop ervoor gelegd, zoals we zeggen in België. En uiteindelijk maar met 2 punten verloren. Dus dat is wel... dat is een manier om eervol onderuit te gaan, laat ik het zo stellen. Dus ik ben blij dat die jongens nog een motivatie gevonden hebben om die laatste wedstrijd nog te spelen, want uiteindelijk 23 punten goed maken in Charleroi, dat gingen ze niet meer doen. Dus denk een logische overwinning voor Charleroi. Zeker. En dan hebben we... Charleroi mag dus tegen Leeuwarden, hè? Dat is wat in Leeuwarden, ja. En hebben ze, is dat niet, is die nou geblesseerd of niet, Kuta? Want anders hebben we Kuta tegen Skiel. Tegen Shaq. Nee, ik denk dat Kuta doet wel mee, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Ik weet dat ze in Leeuwarden, toen heeft Kuta gewonnen. Ja. Met 84 tegen 99. Dus dat was de kans voor de appeltaart. Ja. En die andere wedstrijd was ook spannend, hè? Toen was het 83-78. Dus het wordt een spannend potje. Nou, zeker. En dat is alleen maar goed. Ik zit ondertussen even kijken, want dan hebben we ze bijna allemaal gehad. We hebben nog Joost. Joost tegen Mons is uitgelopen op een overwinning voor uiteindelijk ook op onderling resultaat, als ik het goed zie, voor Mons. Ja, en, met 11. Dat was toch net, hè? Dat was maar met 2 punten in totaal. Dat scheelt niet veel. Goede serie van Joost daar zo. Hij heeft de huid duur verkocht, zoals we zeggen. En die mogen... Ja, en ook, ik zou graag een vermelding doen daar, want coach Paul Verwaak van Joost heeft, als ik me niet vergis, zijn laatste wedstrijd als profcoach gecoacht. Maar dat is toch een coach die toch lang in België en Nederland heeft gecoacht. Ik heb er even opgezocht. Ik denk dat de coach geweest is bij Den Helder, bij Leiden en bij Joost in Nederland. En in België vroeger nog bij Racing Mechelen, het legendarische Racing Mechelen. Ik denk als assistent dat dat was. Nog bij Antwerp Giants, bij Bree, bij Kangaroos. En ik zal er wellicht nog wel een paar vergeten. Dus die heeft wel een carrière. Heb jij ooit een training voor hem gehad? Ik ging normaal gezien Paul gehad hebben als coach van de min 20. Maar ik ben toen niet naar de min 20 gegaan omdat ik mee moest met de seniors. Jammer, want dat was in Portugal. Ik weet dat nog, TK was in Portugal. Maar hij is dus ook nog coach geweest, zowel van de nationale jeugdploegen in Nederland en in België. Dus het is toch wel een coach die wat betekent heeft voor in de Nederlandse en de Belgische competities. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik weet wel dat jongens die met hem gewerkt hebben, dat die echt wel heel veel topervaringen met hem hebben gehad. Ja. Volgens mij, maar ik kan het verkeerd hebben, is hij ook coach geweest van het onder 20 team of onder 18 team dat het EK heeft gewonnen een aantal jaren geleden, het EKB. Met Kuta, denk ik. Met Kuta, ja. Als Kuta erbij zat. Hopelijk een topcoach. Hoe zei je dat, Henk? Een hele vriendelijke man was het zeker. Ja, een hele vriendelijke man. Nee, ja. nee. Kijk, weet je wat het is, Sam? Dat weet je... Zo lang zijn we weg geweest. Dat je hoort wel wat over die coaches, maar je kent ze niet altijd goed. En ik vind mensen nogal gauw vriendelijk als ze gewoon toegankelijk zijn. En niet alle coaches zijn even toegankelijk. Ja, dat is waar. Erik Braal is wel heel toegankelijk. Hele vriendelijke man, ik ga het nog een keer zeggen. Ja, coach Paul Verwaak. Paul Verwaak is ook heel toegankelijk. Heel toegankelijk. Nou ja, ik kom dit weekend ben ik op een kamp bij Joost United. Dan ga ik training geven. Aan kinderen. Hey, groetjes. Misschien zie ik hem daar. Groetjes van ons. Ah ja, ja.
Maar gaat wel zien. Ja, toch? Er een en een hoop basketbalkennis, laten we hopen. Het is toch wel eens proficiat aan Coach Pulvervaak. Laten we hopen dat de kennis van deze man behouden blijft voor het Nederlands-Belgisch basketbal op een of andere manier. Toch? Ja, inderdaad. Maar als ik me niet vergis, komt hij naar Spanje. Hij gaat andere oorden op zoek. Lekkere oorden, betere oorden. Gaat hij daar coachen of gaat hij gewoon lekker het zonnetje bakken? Zo opvallend, hè, dat hij naar Spanje gaat en jij weer terug gaat, Sam. Ja, jong, ja. Maar Henk, er is een tijd voor alles in het leven, hè. Ja, maar het lijkt net alsof je hem dan een beetje probeert te ontlopen. Maar goed, ik denk dat we hebben vandaag wat technische problemen gehad. De vertraging zit er goed in. Ik ga even de rol van Matthijs overnemen. Er gaat weer heel mooi basketbal komen. Ik heb nog één ding. Let op. Ja, hij wil nog wat zeggen. Vertel maar, Matthijs. Dit komt iets later binnen bij jullie dan dat ik het uitspreek. We hadden nog één serie. Leuven tegen Aalst. Aalst heeft de eerste wedstrijd gewonnen met 81-75. 6 puntjes verschil. Die wedstrijd is nu bezig. Het staat nu 91-59 voor Leuven met nog 3 minuten te gaan. Het zou zomaar kunnen dat er een tweede appeltaart uitgaat vanavond en dat Leuven doorgaat en niet Aalst. Henk, wil jij deze afronden mooi zoals je dat net ook al deed, maar dan, want ik merk dat ik echt 5 seconden later binnenkom. Oké, komt ie. Dames en heren, kijkbuiskinderen, bedankt voor het luisteren naar deze... Wacht, Henk. Ik ga nog even met u iets bespreken dan. Matthijs laten we even langs de kant, want die komt toch 10 seconden later. dus ja, er is nieuws over de licenties. Hè. Voorlopig, Aris en Apollo hebben voorlopig nog geen licentie gekregen. Hè. De 11 Belgische ploegen hebben wel een licentie gekregen, want Kortrijk Spurs, die komen erbij. Die zijn kampioen gespeeld in tweede klas, dus die komen er sowieso bij in de B-Next, als ik me niet vergis. Maar dus sowieso, mag je er in België alleen bij komen als je kampioen bent geworden? Stel, ze waren geen kampioen geworden, of is dat niet... Ik heb iets gehoord, maar ik weet niet of dat 100% waar is. Dus als mensen dat kunnen bevestigen, zou het al leuk zijn. Maar ik heb gehoord dat als ze geen kampioen gespeeld waren in tweede klas en ze wilden overkomen naar eerste klasse, dat ze de toestemming moesten krijgen van alle Belgische clubs, denk ik. En van de B-Next om over te komen naar eerste klasse. Oh. En als, het zou kunnen dat die beslissing unaniem moest zijn, dat weet ik niet 100%. Ik heb zo wat info opgevangen, maar kan daar geen uitsluitsel over geven. Dus als er mensen zijn die luisteren, die dat kunnen bevestigen, die dat kunnen ontkennen, laat het gerust weten. Hè. Maar dat heb ik gehoord. Dus nu dat ze kampioen zijn gespeeld, is het sowieso done deal. Als ik mij... Nou, dat is mooi. Ja, misschien dat in Nederland ook nog een club erbij komt, maar dat... Dan merk ik wel. Ik zou het ook wel willen weten waarom de licentie nog niet is toegekeerd. Heeft dat financieel ongetwijfeld zal dat het probleem zijn. Maar... Ja, of misschien een paar documentjes die nog ontbreken. Dat gaan misschien over een paar details gaan. Hoop ik toch. Dat je het nu heel lichtelijk doet. Weet je? Dat zou je toch dan nu, dat weet je het hele jaar, dan zou je dat nu toch op orde moeten hebben als je een beetje een normale club bent. Ja, dat weet ik wel. Maar weet toch ook altijd dat dat gaat met die licenties, Henk. Ja, dat snap ik maar. Kom op, man. Ik vraag me af wat ze ermee gaan doen, want uiteindelijk 21 clubs, dat gaat wel raar zijn, want daarna... En misschien hebben wij er ook nog eentje. Misschien komt er in Nederland ook nog weer... Ja, maar ik heb gehoord dat Den Haag dat uiteindelijk toch niet zou doorgaan. Wat zei jij, Sam? Dat Den Haag uiteindelijk toch niet zou doorgaan, heb ik gehoord. Ja. Oh, je hebt connecties in Den Haag? Nee, ik heb geen connecties in Den Haag, maar als er 21 licenties zijn uitgedeeld en er zijn 2 ploegen die geen licentie gehad hebben en over Den Haag wordt er niet gesproken, dan denk ik dat er geen licentie of geen project is in Den Haag. Nee? Misschien heb jij wel gelijk. Kan verkeerd zijn, hè, Henk? Maar, nee, helemaal niet. Ik denk dat dit een mooi moment is om af te sluiten. Oké, Henk. Nu mogen we eruit. Ja. Doe maar. Ja, nu mogen we eruit. Oké, dames en heren. Hartelijk dank voor het luisteren naar een toch wel weer de 11e... legendarische uitzending van de podcast. En waarom was die legendarisch? Het is omdat we vandaag gewoon het woord scheidsrechter niet genoemd hebben. Dat is inderdaad heel legendarisch. En weet je waarom dat nog legendarischer wordt, Henk? Omdat Matthijs straks geen goede dag kan zeggen tegen de mensen, want hij komt 10 seconden later en dan is het al gedaan. En hij was natuurlijk ook legendarisch door Zwolle, die afscheid neemt van het seizoen 2022-2023, maar nog wel even als troost een appeltaartje kan eten. Oh, voilà. Kijk, wou ik nog even iets over zeggen over de appeltaart? 101 punten in Leuven. Oh, Leuven heeft ook appeltaart. Er zit 2. Dus dat is heel goed. En we hebben toch nog een appeltaart gestuurd naar Leeuwarden. Daar hebben we niks meer van gehoord. Is die wel aangekomen, Leeuwarden? Aalst ook, denk ik. Maar ik denk dat die in Aalst vandaag moest aankomen. Ja, dat is duidelijk niet goed bevallen. Ze hebben die opgegeten op de bus naar Leuven. Niet goed gekomen.
Ja, dat zal wat zijn. Dat ze allemaal gewoon zwaar aan de spuitkak zijn. Maar goed, dames en heren, het gaat de andere kant op. We gaan hem afsluiten, Matthijs. Dank je wel voor je deskundige commentaar. En Sam, geniet van het mooie weer. Tot volgende week, jongens. Mazzels. Hoi.